Alice Hoogstad heeft dit jaar de Gouden Penseel gewonnen voor haar boek Het Monsterboek. Maar eigenlijk vind ik dit boek, Kom uit die kraan, nog veel leuker. Het gaat over Bart. En Bart kijkt de hele dag naar de bouwplaats. En op een gegeven moment stapt hij ook de bouwplaats op. En dan wordt het complete chaos. Hij gaat op de wals. Hij gaat op de cementwagen. En hij klimt zelfs in de kraan. En pakt een politieauto op met de kraan en verplaatst hem. Maar je komt er uiteindelijk achter dat hij eigenlijk al die tijd een plan had. En aan het eind van het boek kan je opnieuw beginnen. En dan zie je waarom Bart deed wat hij deed. Kan je op de achtergrond in het verhaal zien. Daarom vind ik dit een supercool boek.